What's up, guys? Odi odi, lusot na chili alamaw. I'm back with a new vlog. I know, hila ba lang hawa op a new video. Hier ben ik weer met een gloednieuwe vlog. Ik ben vandaag geweest naar Warung Jumintan. Ik lustte in Veete, Soto en Bacabana. Maar ik moest een keuze maken tussen Bami. Want ik heb begrepen dat die Bami van Warung Jumintan echt Jumpal en 100 toppie is. Warung Jumintan is gevestigd aan de Mahonilaan tegenover Rita Roti Shop. Dus ga je checken, guys. En ja, ik heb eerder aangegeven dat ik Soto en Bacabana lust. Maar ik heb uiteindelijk Bami gekocht. Jullie moeten vragen naar extra sauce. Ja? Extra speciale sauce. En dat is die pinda sambal. Ik heb die pinda sambal ook gevraagd. Het ziet er namelijk zo uit. Natuurlijk mag die Bami sambal niet ontbreken. Kijk, zo ziet het eruit. Spang, hè? En in zo'n portie Bami krijg je gebakken kip. Ik zie komkommer, natuurlijk Bami met pindasaus, kousenban en ik heb extra peper gehaald. En ik ben momenteel ook in de cultuurtuin. Het is lekker chill. Toch? Rustig. Niemand die me kan storen. Toch? Ik ga nu mijn Bami eten. Yes. Oké, wauw. Kijk. Trouwens, ik eet voor het eerst Bami van Warung Jumintan. Wow. Ako saha. Die pinda sambal maak het helemaal geweldig. Voor maar 70 SRE, mensen. En oh ja, ik was een poosje ziek geweest. Ik was verkouden. En vandaar dat ik die zout wilde. En het is echt mijn craving. En nu ga ik het met die sambal proeven. Het is echt die authentieke Bami. Voor een zacht prijsje, mensen. 70 SRE voor een smalle bak. You have to try it. Kip erbij. Wauw. De buitenkant van die kip is echt crisp. En binnen is echt juicy. Hoe is het trouwens met jullie allemaal? Ik hoop dat jullie allemaal goed maken. Jullie hebben Don lang niet gezien. Hij heeft het voorlopig even druk met zijn werkschema. Maar ja, het komt goed. Nergens anders vind je zo'n spangenportie voor maar 70 SRE. Alleen bij Warung Jumintan aan de Mahonilaan. Laat me die komkommer ook proeven. Ook lekker.
fun really the Biggie Broccoli Flock. It was a January. Waarom je minten? Ik ook nasi, zouto en ook snacks zoals bakabana, lumpia, satés en niet vergeten hun goulé. Gaan jullie het proberen mensen, is echt de moeite waard. Oh ja, niet te vergeten, Tilla. We hebben Tilla 3 en nu op het menu is ook Tilla Abby. Abby is droge garnalen. Net hoe je die 3 sambal maakt, kan je van Abby, dus droge garnalen, ook een sambal maken. Heerlijk op Tilla. Check jullie de Facebook page van Waarom Joeminton om op de hoogte te blijven van hun specials. Dat was het. Zaterdag 28 januari 2023. Waarom Joeminton? Voor al uw heerlijk Javaans eten voor een dagprijsje. We gaan nu naar de volgende stap. See you! Hi guys, ik ben momenteel bij Sizzler Midnight Grill en ik heb een burger besteld. Het is de Sizzler Signature Burger. Het kost 120 SRE en ik ga nu een snelle review geven. Oh my god, oké, ik hoop dat je dat niet hebt gehoord. Fine. Yes, ga het nu even proeven. Ja, dit is mijn burger bun. Dit is die... Die spicy beef. Ja, dit is de spicy beef. Ik krijg 2 tomaten erin. 2 komkommer, slabblad en een chili sauce. Oké, ik ga het even voor jullie proeven. From a scale. A scale from 0 to 10 is het een 8 voor mij. Ik hou van juicy burgers. Het moet echt sloppy zijn. I love sloppy burgers. Het gaat wel echt sloppy. Dat wil ik. De smaak is wel oké. Het is een 8. Dat mag meer saus hebben. Als het sloppy was, was het een 10 voor mij. Maar... Wat? Om eerlijk te zijn, had ik het spicier verwacht. Maar we moeten rekening houden. Niet dat ieder kan te pittig eten. Die burger is oké. Het mag wel wat zachter zijn. Het is niet het taai, maar ik hou van verse, zachte buns. Die beefburger zelf. Het heeft genoeg smaak. Vlees, 220 is het nu. Dat is echt een to-go. Midnight food.
Dus als je op stap gaat, ik heb 120 SD betaald. Dus als je op stap gaat en je hebt honger, nergens ga je eten vinden, kom gewoon naar Sisler. We hebben hier een prachtige dame, Amaria genaamd, en we gaan een shout-out geven. Beauty and Enhancement by Amaria. Ja, Beauty and Enhancement by Amaria. Voor al uw brows en lashes. En lash extensions. Ja, moet u bij mij zijn. Ik ben gevestigd in Paramaribo Noord, Rainville. Ja, en ik heb ook een page op Facebook, Beauty and Enhancement by Amaria. So, check that out. Yes, jullie hebben het gehoord. Voor alle mooie dames, willen jullie zelf mooier maken, ga gewoon bij Amaria. Book your appointment, want je zult er geen spijt van hebben. En hoe staat het met de prijs, Amaria? Zo, we beginnen bij 350 voor wimper extensions. En ja, hoe fancier, hoe duurder. Het is maar een zacht prijsje. No? In deze tijd van Chan is het toch betaalbaar. Klopt helemaal. Wie mooi wil zijn, moet uitgeven. Precies. Niet alleen pijn voelen, maar ook uitgeven. So guys, this is my outfit of tonight. Ja, de tijger van het Amazone regenwoud is ready om op jacht te gaan. Oké, op zoek naar zijn prooien. Yes, ready om de straten onveilig te maken. Ik ben hier met de ladies. Hi. All the ladies, all the ladies, all the single ladies. Yes, this is our outfit of tonight. Ladies, jullie zien er zo prachtig uit. Oh, thank you. Yes. Rocking that outfit. Yes. Mensen, we gaan proosten op Liza's jaren. Alsnog, happy birthday, Liza. Happy birthday. Yeah. En nog iets. We hebben hier coffee to go. We gaan proosten op coffee to go. We gaan geen koffie drinken, maar het is zoete wijn, hè, Liza? Wat is het? Moscato. Moscato. Oké, Moscato. Yes. 1, 2, 3. Proost. La 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 la. One hour later. A few moments later. So guys, het is tijd om af te sluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. En dit is mijn poes. Say hello. Don't forget to like, share, comment and hit the subscribe button. Ciao.